een kilometer of 5, 6. Je rijdt daar een gouden 140, 150 kilometer per uur op een langrecht stuk. En dan staat zo'n gat, er staat dan een roadbook. En staat erin met 2 of 3 gevaren uitroeptekens. Die heb ik dan oranje of een roze gekleurd. Dat is voor mij de kleur voor gevaar. Je ziet die bijna niet, de gat. Als je daar aankomt van de verte, de gat het lijkt gewoon vlak. Dus je komt dan 140, 150 kilometer per uur aan. Daarom is het ook zo belangrijk. Sommigen zeggen van ja, ik heb Dakar gereden, maar ik moet navigeren. Ik rijd al achter het spoor aan. Maar kan op niveau waar ik rijd, kan het absoluut niet. Maar ik rijd toch voor prestatie, ik wil toch zo goed mogelijk doen. Dus je hebt gewoon die motor vol gas open. En dit lijkt vlak. Dan kan je wel even jullie vertellen, als je daar 140 in de gat, dan kan die helikopter wel beginnen op te stijgen. Want dan ga je mee, dat kan ik vertellen. Dus daarom is het zo belangrijk om dat roadbook erbij te houden. Ja. Blijf bij het roadbook, zorg dat elke kilometer klopt en dat je elk gevaar ziet. En dat is dus het gevaar van de Dakar. Dat gaat de eerste dagen goed, maar je wordt vermoeid, iedereen wordt vermoeid. En dan wil je wel zoiets over het hoofd zien. En dat zijn toch vaak de gevaarlijke crashes die je ziet tijdens een rally. Ja, dat is